Welkom in Museum Moor, het museum voor realistische kunst in Nederland. Het is een concept van de heer en mevrouw Melgers, de initiatiefnemers voor dit museum en de opdrachtgevers voor dit prachtige gebouw. Ik wil u vandaag graag aan de hand van een vijftal voorbeelden laten zien hoe wijd en breed en kaleidoscopisch dat beeld van het realisme in Nederland is. En dan speciaal binnen onze collectie. We beginnen deze rondgang met Jan Mankes. Dat is een van de oudere kunstenaars uit onze collectie. Dit is het werk Bomenrij uit 1915. Deze twee figuren die je hier in het landschap ziet lopen, dat zouden de voorstellingen kunnen zijn van Mankes zelf en zijn toenmalige verloofde. Met name in zijn portretten en in zijn stillevens, dan kijkt hij heel goed naar de kunstenaars van de 17e eeuw. Vermeer met name, dat is een belangrijke invloed op hem. Maar ook naar de stilleven schilders. Alleen, hij doet er iets mee. Hij isoleert vaak één of twee objecten in zijn stillevens. En het lijkt heel erg realistisch, heel erg objectief, maar eigenlijk is het dat niet. Er is altijd iets voelbaar van iets hogers. Het is met een blik op de hemel en tegelijkertijd met een blik op jezelf. Dit is het schilderij Signaal van Pijkenkoch, een van onze sterkunstenaars. Dit is een vrij laat schilderij van Pijkenkoch, toen hij al halverwege de 70 was. Het schilderij is oorspronkelijk groot geweest. Toen was er een vrouw te zien met een soort matrozenjas die openviel. En het was oorspronkelijk zijn bedoeling om een transseksueel, een hermafrodiet weer te geven. Daar is hij niet helemaal uitgekomen, dus toen heeft hij later dit schilderij heeft hij verkleind. Heeft hij alleen die kop heeft hij gehandhaafd. En opvallend is dat ze haar hand heeft opgeheven in een gebaar dat aangeeft hoe duur ze is. We staan hier voor een schilderij van Karel Willink. Willink is een van de kunstenaars die het best vertegenwoordigd is in onze collectie. We hebben ruim 50 schilderijen van hem en nog eens ruim 100 werken op papier. Willink heeft in Duitsland en later ook in Frankrijk heeft hij alle avant-gardes heeft hij beproefd, maar geleidelijk aan ging hij steeds realistischer werken, steeds traditioneler werken, waarbij hij zich uiteindelijk ook probeerde te meten met de grootte uit de kunstgeschiedenis. Speciaal zijn werk uit de jaren 30 is in dat opzicht ongeëvenaard. Hij steekt ze echt naar de kroon. Niet alleen technisch, maar ook met zijn composities. Dit is mijn favoriete schilderij. Het is niet alleen mijn favoriete schilderij. Het is ook het favoriete schilderij van een heleboel van onze bezoekers die hier meteen op aflopen. En het was ook het favoriete schilderij van Henri van Abbe, de stichter van het Van Abbe Museum, die het kocht. En die het nooit bij het Van Abbe Museum heeft ondergebracht, omdat hij het thuis wilde houden. En wat het bijzonder maakt voor mij is dat het iets zeer voornaams heeft en tegelijkertijd ook iets zeer onheilspellends. Deze vrouwen die waren in werkelijkheid heel erg bevriend, maar hier lijkt het alsof er iets heel vreselijks tussen ze gebeurt. Dit is een schilderij van Arnoud Kilian, een van de jongere kunstenaars uit onze collectie. Het heeft de prachtige titel Stormschade met balustrade. Dit beeld heeft hij op het internet gevonden, maar hij doet er van alles mee. Al die splinters en die gebroken stukken hout, die kun je allemaal natuurlijk niet zien op zo'n fotootje op het internet. Voor een deel verzint hij die erbij om de compositie te versterken. In de tijd dat Kilian begon, werd eigenlijk de klassieke schilderkunst op de academie niet onderwezen. De schilderkunst heeft hij zichzelf helemaal eigen gemaakt. Wat opvalt bij Kilian is dat hij uit de onuitputtelijke hoorn des overvloeds van de nieuwe media en van de tv een beeld selecteert en dat als het ware optilt. En daar een compositie in herkent en daar iets heel eigens aan geeft. We staan hier bij het beeld Andrew en Anubis van de kunstenares Sylvia W. Een beeld uit 2008. Het is een heel sereen beeld op het eerste gezicht.
Het is ook een heel onthutsend beeld wat mij betreft. Het is vervreemdend. Het wekt aan de ene kant vertedering. Aan de andere kant vraag je je af, wat is de relatie tussen die hond en dat kindje? Beschermt hij hem? Heeft hij hem gedood? Slapen ze? Het is heel diffuus. Bij haar zie je een duidelijke verwantschap met een voorloper als Peiker Koch, die soortgelijke situaties heeft geschilderd, die ook bij ons in het museum te zien zijn. Behalve uit de kunstgeschiedenis dringen zich allerlei andere associaties op. Bijvoorbeeld met de Egyptische mythologie. En dat is een hele duidelijke door de naam Anubis, de god van de dood en van de onderwereld. We hebben vandaag 5 voorbeelden gezien van realisme uit onze collectie. Veel kunstenaars uit de jaren 20 en 30 die werden beïnvloed door onze grote meesters van de Gouden Eeuw. En op hun beurt zijn onze realisten uit de jaren 20 en 30 weer inspiratiebronnen voor hedendaagse kunstenaars. Realisme is voor ons een verhaal dat in principe oneindig is. En dat van inhoud en betekenis kan veranderen